We zien de mensen binnenkomen. Goedemiddag allemaal. Weer een mooie middag waar we elkaar kunnen treffen. Gelukkig kunnen we elkaar digitaal nog wel een tijdje blijven treffen, hopelijk. In fysiek zal dat misschien wat minder worden. Maar daarom is het toch fijn dat we dit soort dingen kunnen doen. Welkom iedereen. En de mensen blijven een beetje binnenkomen bij alweer het tweede webinar van de publieke zaak over werk. Dit keer gaat het over wie is de baas, de focus op de relatie werknemer en werkgever. En daar hebben we weer een heel mooi programma voor. Jullie zien de sprekers voor een deel al in beeld. Ik zal ze dadelijk even toelichten en dan komen ze straks weer terug. Ik ben Guido van Nispen, ik ben de moderator vanmiddag en een van de meeschrijvers aan het hoofdstuk in meer wel over werk en werkgelegenheid. Na mijn korte introductie zal Mickey Huibrechts meer wel introduceren. Jan Prins geeft wat toelichting op het stuk over wat we hebben geschreven over werken. En dan hebben we een heel interessant panel met Kirsten de Roo en Johan Immink, die twee kanten van die relatie gaan weerzetten. En op het eind gaan we in gesprek met alle deelnemers en dan sluiten we weer af. Even een paar huishoudelijke mededelingen. Het webinar wordt opgenomen en gedeeld. Dat betekent ook dat er niet zoiets als chat in house rooms of zoiets. Dat kan er helemaal niet als je gewoon in beeld bent en je naam erbij is. Dus als je vragen of opmerkingen straks hebt, hou dat graag even in de gaten. Als je vragen of opmerkingen hebt, schrijf dat even in de Q&A. Dat is zo'n blokje bij Zoom. En dat heet ook Q&A. Schrijf er even in wat je vraag is en aan wie je hem graag wil stellen. Ik zal dan zorgen dat we op het eind, haal ik je naar voren, zorg ik ervoor dat je panelist wordt, zodat je live kunt spreken. De chat, dat is een ander box die je kunt doen, is vrij voor onderlinge communicatie. Probeer daar niet de vragen in te stellen, want dan wordt het heel rommelig voor mij als moderator om dat te doen. En heb je ideeën om samen met ons iets te doen, nou, dan kun je ons mailen. Ik zou iedereen behalve Mickey nu willen vragen om de camera's en het geluid uit te zetten. Want dan gaan we over naar Mickey Huibrechts, die de eerste introductie gaat doen. Dank Guido. Zoals degene die dit proces heeft meegemaakt weten, kan ik uren over de publieke zaak praten. Dus ik zal het nu proberen samen te vatten in 5 minuten. De publieke zaak is een vereniging, een beweging. Ons doel, dat wordt weergegeven op de volgende slide, die Guido altijd aanreikt, als het goed is. Dat is een land ontdaan van vooroordelen, met respect en waardering voor elkaar, voortdurend op zoek naar hoe we het samen beter kunnen doen, waarbij het terecht komt. Dat bestrijkt een heel breed terrein. We proberen totaal apolitiek te blijven, maar te kijken van hoe kunnen we samen dit land beter doen functioneren. Daar hebben we inmiddels een trilogie van boeken over uitgebracht, getiteld Meerwaarde. Dat ging over de rol van de grote ondernemingen in de maatschappij van de toekomst. Over Meerwij, dat ging over samenwerken in de 21ste eeuw. En tenslotte ons recente boek, waar het onderwerp werken ook naar voren kwam, was Meerwel, over inrichting van ons land. Daar, de conclusie die daar getrokken kan worden, en dat is dan de volgende, is een negatieve versie, maar daar houden we niet erg van, dat het bouwwerk van de staat is vermolmd en deels verrot. En daar is niemand, en dat is wel heel belangrijk, of zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Ik wil heel sterk benadrukken dat alle pogingen om uit te leggen dat de problemen van ons land zich in één categorie binnen onze bevolking bewegen, onjuist is, dat we er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn en er gezamenlijk hier naartoe gewerkt hebben. Maar er is een positieve versie, namelijk dat de mogelijkheden om ons land een nieuwe basis te geven, weer veel beter te doen functioneren, legio zijn en dat we er allemaal aan kunnen bijdragen. Nou, vanuit die visie hebben we dus over 16 verschillende onderwerpen, waarvan werken er één was, teams samengesteld om na te gaan wat zijn de uitdagingen op de langere termijn, 20, 30 jaar. En tevens gevraagd, kom met praktische ideeën. We hebben ze niet gevraagd om complete oplossingen aan te reiken, want al zouden die er zijn, dan worden die direct uit elkaar getrokken. Dus het gaat veel meer
jongens, er is iets te doen, laten we dat aantonen en waar het ongeveer over gaat. En rijk praktische, uitvoerbare ideeën. Dat, daaruit heb ik een 12-tal thema's, wat wij bouwstenen noemen, gedestilleerd, die terugkomen. Die zien we in het volgende plaatje. Ik zal niet op allemaal ingaan, maar tezamen, ze klinken allemaal heel eenvoudig en heel bazaal, maar ze blijken heel essentieel. Ik pak er een paar uit. Te beginnen bij de menselijke maat. In vrijwel elk werkterrein waar we naar gekeken hebben, blijkt dat we alles top-down aan het regelen zijn, dat we iedereen gelijke behandeling aan willen bieden. En dat klinkt heel mooi, maar de praktijk daarvan is dat niemand de juiste behandeling krijgt. Dat er op één burgergezin, wat veel met de overheid te maken heeft, 14 instanties langskomen die van elkaar niet weten wat ze doen. En uiteindelijk komt het gezin in de grootste problemen. Dus een van de praktische ideeën die we hebben aangereikt is een burgerbuddy. Dat is iemand vanuit de overheid of vanuit een combinatie van privaat en publiek die zich zorgen maakt over dat ene gezin. En daar zijn er meer dan 1 miljoen van in Nederland. En dus naar dat gezin alle communicatie doet en binnen de overheid alle afdelingen die daarmee te maken hebben combineert. Een hele andere is prestatie boven perfectie. Daar bedoelen we mee dat we niet perfect moeten zijn, want de perfectie van vandaag is de misser van morgen. We moeten bereid zijn om goed te presteren en fouten te maken en continu aan te passen. En de laatste die ik zal noemen is ontschotten. En ontschotten, dat gaat over het feit dat we eigenlijk alles in hokjes hebben ingedeeld. Je leert of je werkt of je bent met pensioen. Terwijl leven, en dat is ons laatste plaatje, gaat over al deze onderwerpen. Je moet continu leren, je moet continu werken. En eigenlijk het mooiste, nooit met pensioen gaan, maar wel op een andere manier leven. Dat zijn de kenmerken die uit het boek naar voren komen. En we hebben vandaag een tekst en een mooie video rond dat thema hebben we aangeboden aan de informateurs. We hebben binnenkort Zoom-sessies met jongere organisaties, zowel de politieke als niet-politieke. En ons appel aan jullie is om het boek te lezen en de verhalen daaromheen en dat op je eigen manier vorm en inhoud te geven en uit te dragen. Dank. Dank je wel, Mickey. Hier zien we de 3 boeken nog een keer terug. Als jij wil stoppen met als je video wil stoppen en jezelf op mute wil zetten, Mickey, dan gaan we verder met Jan. Jan Prins, die een introductie gaat geven over het hoofdstuk over werk. Jan, mag ik jou het woord geven? Ja, dat mag. Dank je wel, Guido. Nou, mijn naam is Jan Prins en ik ben trekker geweest van een van de 16 onderwerpen, zoals Mickey die al toelichtte net. In het dagelijks leven ben ik heel actief met talentmanagement en dat heeft mij waarschijnlijk gekwalificeerd om iets te zeggen over het thema werk en werkgelegenheid. Nou, wat ik jullie even heel kort in mee wil nemen is eigenlijk de opzet van het hoofdstuk wat wij hebben gekozen. En ik denk heel belangrijk hier van dit plaatje is dat wij zeggen, wat holistische beschouwing hebben gekozen voor werk. En die zin heeft dat we werk niet alleen zien als iets waarvoor je geld krijgt en dat het dus een economische basis heeft, maar dat het ook een belangrijke immateriële waarde kan hebben, ontplooiing. En dat gaat niet alleen voor jou als persoon, maar het geldt eigenlijk ook binnen de samenleving. Dus dat is een hele brede visie op het thema werk. Misschien wil je de volgende slide laten zien, Guido. Ja, en dan zie je dat we eigenlijk binnen dat idee 6 thema's, 6 uitdagingen hebben geformuleerd, waar wij eigenlijk zien dat we, ja, daar, zoals Mickey dat eigenlijk zegt, hè, dat we de maatschappij beter kunnen maken in de positieve formulering. We hebben gezegd, nou, er zijn eigenlijk 6 uitdagingen waar we naar zouden moeten streven. Wat ik vandaag niet wil doen, is deze 6 uitdagingen met jullie doornemen. Waar ik eigenlijk naartoe wil, is de volgende slide, want we hebben eigenlijk doorvertaald in 10 praktische ideeën. Nou, hier zie je 5 van die ideeën. Deze 5 wil ik eigenlijk ook niet bespreken. Ik wil eigenlijk vragen naar de volgende slide te gaan. En daar zien jullie dat er eentje gehighlight is. En dat is eigenlijk het idee waar we vandaag wat nader op in willen zoomen. Nou, dat idee, wat hebben we daar? Dat hebben we eigenlijk gezegd, arbeidscontracten willen wij wat minder eenzijdig maken. Wat bedoelen we daarmee? Is wat je nu natuurlijk ziet, is dat de medewerker, die heeft een opzegtermijn. Dat is dan 1 maand of 2 maanden. En de werkgever,
heeft dat natuurlijk eigenlijk niet. Wat leidt waar dat toe leidt, hè? Werkgevers hebben daar wel vaak behoefte aan. Wat je dus ziet is dat er dus heel veel flexibele contracten zijn. En ons idee is eigenlijk, misschien zouden we de vaste contracten wat minder vast moeten maken. En een praktische uitvoering daarvan is dat je bijvoorbeeld zegt, nou, in plaats van een opzegtermijn van een maand, zou je ook kunnen zeggen, laten we nou een opzegtermijn van een half jaar nemen. Maar die is dan bijvoorbeeld wel wederzijds. Hè? Die zou dan zowel kunnen gelden voor de medewerker als de werkgever. Nou, wat zou een effect daarvan kunnen zijn? Waarschijnlijk dat er meer vaste contracten komen. Wat ook goed is voor de solidariteitsbasis. Maar wat er eigenlijk ook voor zorgt, is dat mensen wat meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen ontwikkeling en hun eigen positie op de arbeidsmarkt. Nou, dat is zomaar een idee, of zomaar, dat is een van de ideeën die we hebben. En die bracht ons eigenlijk ook tot het thema van vandaag. Want het thema van vandaag is wie is de baas? Daar hebben we ook nog een mooie slide van. En je voelt me al een beetje aankomen natuurlijk nu. Nou, ik had het liever willen zeggen in de nasleep van de coronacrisis, maar ik vrees dat we er nog middenin zitten. Maar wat we in ieder geval zien, is dat het best op dit moment wel een goede markt is als je werkzoekend bent. Want er zijn dus heel veel vraag naar werk. Dus het idee dat de baas de baas is en dat hij de lakens uitdeelt, dat is al sowieso achterhaald, maar het wordt eigenlijk steeds meer achterhaald. Hè? Dus wij vragen ons eigenlijk af, wie is er tegenwoordig de baas? En dat legitimeert ook misschien een wat andere verhouding in die arbeidscontracten. Nou, dat is het thema van vandaag. En ik denk dat ik hem nou weer aan jou teruggeef, Guido. Dan kan jij onze beide sprekers daarop inleiden. Ja, dankjewel Jan. Dat klopt inderdaad. Het is een mooie introductie geweest. En die vraag wie is de baas is een hele centrale vraag. En zoals ik al in het begin zei, en voor de mensen die wat later binnengekomen zijn, herhaal ik dat nog even. We hebben nu twee panelists die een introductie hebben gegeven op wie is de baas verhaal wat Jan net meegaf. De eerste is een ervaren begeleider van snel groeiende ondernemingen. Die net een boek heeft geschreven, Kirsten de Roo. Zij gaat ons meenemen in het verhaal vanuit de werkgever richting de werknemer. En daarnaast hebben we een heel mooi snelgroeiend bedrijf. En daar de adjunct directeur van Havatech, Johan Immink. En die gaat meer ons meenemen vanuit die kant. Hoe kijk je nou vanuit die werknemer richting de werkgever en hoe werkt die interactie? Wij denken bij deze twee inzichten van twee mensen die heel erg bezig zijn met positief omgaan met die relatie en daar ook nog eens een keer voor zorgen dat er groei komt, we een mooie discussie hebben. Nog één keer voor de mensen die wat later gekomen zijn, heb je vragen aan Kirsten of Johan of aan de andere mensen die net spraken, of heb je een mening die je wilt delen, zet het even in de Q&A en dan neem ik het in de moderatie weer op. Dan zou ik willen vragen of Kirsten haar video en geluid aanzet en dan kan zij delen, ja. En dan stop ik de share. Oké. Goedemiddag allemaal. Ik ga heel even mijn presentatie delen. Zul je altijd zien dat het wat langer duurt. Even kijken. Ja, daar zijn we dan. Goedemiddag allemaal. Ik zal mezelf heel even kort voorstellen. Ik ben dus Kirsten de Roo. Ik begeleid ondernemers in een groeistrategie met de juiste mensen op de juiste plek. Dat doe ik door middel van diverse groeiprogramma's. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van de Pulse Recruitment, waarbij we MKB-bedrijven helpen te groeien door de juiste mensen te vinden. En wat Guido benoemde, onlangs is mijn debuut uitgekomen, het boek De Perfecte Match, waarin ik schrijf over hoe je als ondernemer, als leidinggevende, de juiste mensen kunt kiezen voor je team en hoe je succesvol verder kunt groeien. En dat je verder gaat kijken dan alleen maar het schaap met de vijf poten en aan de slag gaat met je vooroordelen, waar Mickey het begin al over had. In mijn presentatie neem ik jullie even mee hoe die arbeidsmarkt er nou precies uitziet. Het is geen geheim dat er enorme personeelstekorten zijn. Dat is geen nieuws.
Het is wat dat betreft ook echt een kandidatenmarkt. Dus als je het hebt over wie is de baas, dan is in dit geval dat echt wel steeds meer die werkzoekende, die medewerker. Want op dit moment, als je een baan zoekt, dan zijn er gewoon heel veel vacatures. Is het echt een zaak voor de werkgevers om te kijken van hoe kunnen we nou voor zorgen om de juiste mensen aan te trekken. Want door het personeelstekort worden werkgevers gewoon enorm belemmerd in hun groei. Ik neem jullie eerst even mee in de huidige cijfers. Er zijn 294.000 werklozen geregistreerd in het derde kwartaal van dit jaar. In juli dit jaar waren er 327.000 vacatures en dat is dus afgelopen maanden weer verder opgelopen naar 371.000 eind september. En er zijn nu 126 vacatures per 100 werklozen geregistreerd in het derde kwartaal. En ruim de helft van die ondernemers kampt enorm met een tekort aan arbeidskrachten. En 84% van hen geeft dus ook aan dat dit verdere groei in de weg staat. En dat is natuurlijk enorm frustrerend. En het heeft best wel wat ook gevolgen. En waar gaat het dan mis? Want wat maakt nou dat het voor bedrijven zo moeilijk is om de juiste mensen te vinden? En waar zit dan precies die mismatch? Nou, als eerste wat voorkomt is dat wat mensen vaak willen, komt niet overeen met het werk wat er is. Dus bijvoorbeeld, er is een enorme vraag ook in de zorg, horeca bijvoorbeeld. Alleen de mensen hebben het voor het uitkiezen. Dus hoe onaantrekkelijker tussen aanhalingstekens het werk is voor mensen, van het beeld wat ze hebben, hoe minder ze daar natuurlijk op solliciteren. Dus daar zit ook een mismatch. Het thuiswerken en de balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker gevonden. En dus men gaat ook heel erg kijken van wat voor arbeidsvoorwaarden biedt een werkgever buiten het salaris om, wat ook past binnen mijn thuissituatie, omdat het ook steeds meer belangrijker wordt gevonden, ook en met name ook door generatie millennials bijvoorbeeld. Dan komen we op het volgende punt wat heel sterk naar voren komt en wat ik ook bijvoorbeeld ook heel erg benoem in het boek, is werkgevers zoeken steeds naar het schaap met de vijf poten, nog steeds. Het cv is echt leidend versus dat wordt gekeken naar de potentie van mensen en naar de skills en competenties. Er wordt vaak niet verder gekeken dan een cv. En op het moment dat een werkgever een cv ziet, dan is vaak de potentiële kandidaat al afgewezen voordat überhaupt onderzocht is of het wel of geen passende kandidaat is. Een bepaalde opleiding wordt gevraagd, een specifieke ervaring, een bepaalde leeftijd, waar eigenlijk niet op mag worden geselecteerd, maar wat echt gewoon nog heel veel wordt gedaan. Specifieke branches. En dat moet allemaal met elkaar kloppen. En dat maakt dat die vijver waarin werkgevers zoeken ook steeds kleiner wordt. Daarnaast is het dat werkgevers zich ook onvoldoende profileren vanuit wie ze zijn en waarvoor ze staan. Op het moment dat ze een vacature krijgen, dan pas gaan ze vaak vertellen van oké, we hebben een vacature, wil je bij ons komen werken? En dit is wat wij zoeken. Er worden heel veel eisen gesteld, maar er wordt weinig voortdurend consistent een verhaal verteld over waar staan wij nou als voor? Waar staan wij nou voor als werkgever? Waar geloven we in? Wat is onze visie? Het is heel erg gericht marketing op klanten, maar naar kandidaten toe, naar potentiële medewerkers, wordt heel weinig het verhaal verteld van dit is waarin we geloven. De millennials bijvoorbeeld van nu willen heel graag impact maken, willen ergens waarde toevoegen. Dus is het van belang ook dat werkgevers dat ook uitstralen en dat ook voldoende naar buiten toe brengen, hun verhaal vertellen. En dat wordt echt onvoldoende gedaan. Wat een hele belangrijke is ad hoc strategie. Dus vandaag een vacature, we gaan nu werven, terwijl het onvoldoende in kaart wordt gebracht. Wat zijn onze doelen? Waar gaan we eigenlijk naartoe met onze organisatie? Wat betekent dat voor de medewerkers die we nodig hebben? Kunnen we mensen ontwikkelen om mee te groeien met onze organisatie? Of moeten we nieuwe mensen gaan werven? Alles is heel erg gericht op die ad hoc in plaats van een strategie op de lange termijn. En dat kan voor even werken, maar uiteindelijk gaan bedrijven dat parten spelen. Omdat op het moment dat er een vacature is, dan moeten ze dan gaan werven en dan zijn ze feit al te laat. Dus dat is wel zijn belangrijke dingen waar het misgaat in die mismatch tussen werkgever en werknemer. Ik wil jullie graag ook even meenemen in een aantal cijfers. Want het is niet alleen maar zo dat op het moment als bedrijven mensen hebben aangenomen, dat het dan
op is gelost, om het zo maar te zeggen. Het personeelstekort wordt ook veroorzaakt doordat bedrijven gewoon onvoldoende in staat zijn om mensen vast te houden, om mensen te binden. En het begint eigenlijk al heel snel op het moment dat mensen zijn gestart bij hun werkgever. 22% bijvoorbeeld stopt binnen die eerste 45 dagen. En 51% is zelfs binnen een half jaar al vertrokken. En bijna 1 op de 3 verlaat zijn werkgever vrijwillig of onvrijwillig in dat eerste jaar. En dat is natuurlijk behoorlijk veel. Dus het betekent dat je iedere keer opnieuw, op het moment dat mensen vertrekken, opnieuw moet beginnen met die werving. Waar gaat dat mis? Wat maakt dat die getallen ontstaan en dat veel mensen dus al vertrekken binnen dat eerste jaar? Er zijn een aantal dingen. Als eerste is het zo dat verwachtingen die vooraf zijn geschetst vaak niet overeenkomen met de praktijk. En daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld dat er iets wordt gezegd over hoe een rol eruit ziet, wat de cultuur is van een organisatie, dat het vaak veel positiever wordt voorgespiegeld dan wat de realiteit is. En er is al tekort, dus uiteindelijk zijn ze eindelijk blij dat ze iemand kunnen aannemen. En dan worden dingen positiever geschetst dan wat de realiteit is. En op het moment als iemand dan gaat starten en er wordt bijvoorbeeld beloofd, nou, je krijgt een leidinggevende rol waarin je echt kunt gaan bouwen. Maar ze komen binnen en ze hebben in eerste instantie heel erg te maken met ziekteverzuim bijvoorbeeld. Of ze moeten heel veel brandjes gaan blussen, wat ze van tevoren niet wisten. Ja, dan kan het natuurlijk heel erg tegenvallen. En dan kan het zomaar zijn dat mensen weer heel snel vertrokken zijn, omdat ze niet vanuit de juiste verwachtingen zijn gestart. Dat komt heel vaak voor. Als tweede is geen of onvoldoende onboarding. Dus mensen gaan starten en worden volledig aan hun lot overgelaten wanneer ze zijn gestart. Want er is geen tijd. Hè. Ze zijn al blij dat eindelijk iemand is gestart en hebben geen tijd om iemand fatsoenlijk in te werken. En dat is ook weer heel korte termijn gericht. Want op dat moment kost het inderdaad tijd en aandacht om iemand fatsoenlijk in te werken. Maar op de langere termijn, als je dat wel doet, dan heb je gewoon mensen die echt betrokken zijn, die ook het fijn vinden om bij je te werken en die dus ook blijven, in plaats van dat ze binnen no time weer zijn vertrokken. En daardoor ontstaat gewoon onvoldoende binding, waardoor mensen snel kunnen worden weggekaapt. Want het is niet zo dat mensen alleen maar weggaan op het moment dat ze zelf solliciteren op een vacature gericht, maar ze worden natuurlijk ook heel veel benaderd, bijvoorbeeld via LinkedIn en door headhunters benaderd. En op het moment dat ze maar enigszins die binding niet meer voelen, ja, dan zijn ze daar gevoelig voor en kunnen ze weg zijn. Waar liggen nou kansen? Waar liggen nou kansen voor bedrijven om uiteindelijk toch de juiste mensen te vinden en ook te zorgen dat die mensen ook blijven en dat ze van daaruit dus ook verder kunnen groeien met hun bedrijf? Nou, als eerste wat belangrijk is, ga van ad hoc naar een strategie op de langere termijn. Koppel je bedrijfsstrategie aan je wervingsstrategie. Waar ga je naartoe? Waar staan we voor? Wat is onze visie? Wat zijn onze doelen? En wat betekent dat dan voor de mensen die we nodig hebben om die doelen te kunnen bereiken? Heb dus een duidelijke visie en draag deze ook uit. Wees daarin authentiek. Dus wat ik eerder aangaf, vanuit die juiste verwachtingen schetsen. Ga niet een visie uitdragen die populair is of die aantrekkelijk is voor medewerkers. Draag vooral ook een visie uit die authentiek is, wat bij jullie past, zodat jullie ook de juiste doelgroep daarop aantrekken. Als derde, kijk verder dan een cv. Wat ik eerder aangaf, selecteer op competenties, op vaardigheden, op leervermogen, op de potentie van iemand. Zeker omdat je vanuit de doelen die je hebt gaat groeien met je bedrijf, is het van belang dat je potentie gaat benutten van medewerkers. Dus kijk vooral, wat moeten medewerkers op dit moment in huis hebben om succesvol te kunnen zijn in hun rol? En vanuit welke potentie kunnen ze meegroeien met het bedrijf en kunnen we ze ontwikkelen? En bind dan ook mensen vanaf de eerste dag dat ze er zijn en laat ze meegroeien. En ga ze op een goede manier onboarden en zorg daarna op het moment als ze zich thuis voelen binnen hun rol, zich thuis voelen binnen de organisatie, dan stopt het niet. Ja, uiteindelijk gaat het er ook om dat je mensen verder gaat ontwikkelen. Want ontwikkeling is belangrijk voor mensen, zeker ook weer voor die millennials, is persoonlijke ontwikkeling echt een reden om te kiezen voor een bedrijf en om te blijven of niet bij een bedrijf. Maar daarnaast, het is ook een must wanneer je wilt dat je bedrijf zich verder professionaliseert. Zeker in een wereld waarin we het allemaal hebben mogen ervaren, hoe snel die verandert. Dus het is van belang dat mensen daarin ook mee kunnen bewegen en mee kunnen groeien. Dus zie ook ontwikkeling als een must voor je bedrijf in plaats van alleen een kostenpost. En op het moment als je dat goed doet,
dan zal ik ook niet zeggen dat je nooit meer te maken hebt met moeilijke mensen kunnen vinden. Maar dan ben je in ieder geval bezig met een goede strategie om de juiste mensen om je heen te verzamelen en ook te binden en mee te laten groeien met je organisatie. Dank je wel. Eerst de dank is natuurlijk aan ons. De vragen kun je aan Kirsten alvast in de Q&A zetten. Ik zal daar natuurlijk ook een vraag stellen. Maar we gaan nu eerst naar de tweede spreker. Dat maakt het ook altijd weer zo spannend, hè, die de andere kant van de medaille mee gaat geven. En dat is Johan Immink van Havatec. En volgens mij, Johan, zie ik jij ook in jullie bedrijf, want dan zie ik de achtergrond. Dus Kirsten, als jij de video en geluid wil stoppen en ja. Johan, dan is de floor yours en dan stop ik mijn video en mijn geluid ook. Ja, welkom. En nu zie je de presentatie en op het beeld zeg maar ook Havatec. Wij hebben de verbinding gelegd tussen het kantoor en de werkvloer door een glazen wand te creëren hierachter. Om op die manier medewerkers op de vloer te laten verbinden met het kantoorpersoneel. Ik ben Johan Immink, ik werk dus bij Havatec 5 jaar. Dit is ons bedrijfspand. Nou, verder niet zo schokkend, eigenlijk een grote doos, maar wel heel mooi aan de binnenkant. En heel veel licht, ruimte. Ook om, je ziet ook overmatig hoeveelheid licht vanuit de gedachte dat het extra licht gewoon ook een betere werksfeer geeft en een werkplezier. Wat is Havatec? Havatec kenmerkt zich door het BIS-systeem. Eigenlijk is dat betrouwbaarheid, innovatief en servicegericht. Dat zijn de 3 waarden waarop wij ons bedrijf bouwen. Nou, ik heb van alles bij voorstellen. Betrouwbaarheid, doen wat je zegt. Innovatie, gericht op innovatie, voortdurend doorontwikkelen. En servicegericht is ja, altijd dienstvaardig zijn in de machines die we produceren. Dan de volgende sheet. Even wat feitjes op reizen, dat je weet van ja, uit welke context praat je dan eigenlijk. Op dit moment zijn we 150 medewerkers. 18 servicebussen met bemensing uiteraard. Mechatronische ontwikkeling doen we. Dus elektro, software en mechanical engineering hebben we allemaal in huis. Zo'n 20 mechanical engineers, 10 software engineers en 4 elektro engineers. Dat doen we in een productieruimte van 4000 vierkante meter. Hier achter mij en 1500 vierkante meter kantoorruimte. En dan huren we nog zo'n 3000 vierkante meter opslag / magazijn. Nou, we zijn een snel groeiend bedrijf. 2018 zaten we op 11 miljoen, 2019 14, 2020 17 miljoen, 21, 22 miljoen. En de verwachting in 2022 is 30 miljoen plus. Omdat we ja, met een nieuwe innovatie op dit moment, die ik hoop dat we die morgen af kunnen leveren, dus een automatische bollenplanter. En die automatische bollenplanter gaat ons gewoon het komende jaar heel veel omzet opleveren als het inderdaad de komende 4 weken gaat werken. Dus een spannende tijd. Nou, wat maken we zoal? Eigenlijk low-tech machines, diverse transport- en bindsystemen. Dus ja, er kan in allerlei variaties kan het zijn. Hier zie je een bochtbandje, een vuil afvoerband. En ja, zoals je ziet, de tulpen met bol er nog aan. De bol moet eraf in de ontboller. En vervolgens wordt de tulp gesorteerd en geborst en gebonden. Nou, dat zijn dan ook de mid-technologie machines, de quality bunzer, boeketlijnen. Daar zie je wat plaatjes van. En hier zie je nog een plaatje van het verwerken van bloemen, een boeketje bij elkaar leggen en een elastiekje eromheen en de stelen bij elkaar tellen. Onderin, links onderin, iets meer complex met verschillende gerbera bloemen. En de high-tech machines, Wave, Tulpstar, die verwerkt tulp. Wave is voor hele grote bloemen. Automatische boekettenmachine hebben we vorig jaar naar de markt gebracht. Juist in de coronacrisis. De coronacrisis leek ons behoorlijk te raken, omdat de hele bloemensector natuurlijk in beginsel instortte. Juist op dat moment, wij hadden vorig jaar in de planning staan om een twister, dus een automatische boekettenmachine, die de korengeschoven boeketten, die bij de Albert Heijn ligt, die eigenlijk tot voorheen allemaal handmatig gemaakt werden, nu automatisch kan verwerken. En die hebben we vorig jaar versneld naar de markt gebracht. Nou, dan zie je een linkje ook in de presentatie. Dus voor nu ga ik het niet aanklikken. Maar later als je dit ziet, zou je die kunnen aanklikken. En dan zie je ook een filmpje van hoe zo'n twister werkt qua automatisering. En dan de automatische bollenplanter. Daar vertelde ik al iets van.
En dit is de weef, een vrij complexe machine. Die hier legt iemand een bloem op. Gaat door vision technologie. Wordt gelijk getrokken qua lengte. En kan dan in vervolgens in 6 sorteringen afgelegd worden naar een borstband. En de borstband die maakt hier vervolgens, zit hier een bindapparaat aan wat de borsten bindt. Vrij complexe machine. Hier hebben we machine linksboven een bollenzuurzoeker. Dus die zoekt ziekte in bollen met behulp van röntgentechnologie. Verwerken van diverse bloemsoorten. Hier zie je een totale installatie van een schuur wat we in kunnen richten. Een werkplaats met aan- en afvoer van de tulpen en dat soort dingen. Nou, hier zie je nog zo'n installatie. We doen ongeveer 100 installaties per jaar wereldwijd. Dat doen dus die 20 service monteurs die leveren dat af. Nou, hier zie je een schematische weergave van nog een installatie. Nou, het thema van vanmiddag, wie is de baas? Ik denk dat we samen de baas zijn. En daarom hebben wij aandacht voor de mens. Waarom aandacht voor de mens? Waarom zijn we daar zo mee bezig geweest in de afgelopen jaren? Zelf ben ik in 2017 hier begonnen bij Havertech. Vooral in het begin als procesmanager. Begin 2019 manager engineering gaan doen. Een hele groep techneuten die lastig communiceerden. En daar moest wat mee gebeuren. Dus er was een groeiende frustratie over onvoldoende communicatie op de werkvloer door techneuten. Ja, ik weet niet hoeveel techneuten u kent, maar mijn ervaring is dat techneuten over het algemeen heel goed zijn in techniek, maar wat minder goed in communiceren. Havertech is echt een ondernemende no-nonsense bedrijf. En de bedrijfsleiding bestaat uit ondernemers. Er zijn 2 directeur grote aandeelhouders. En die zijn vooral ondernemers en geen managers. Ze zagen wel dat er iets moest gebeuren, dus ja, dan moeten we wat fixen. Dus een coach naar binnen geschoven. Die zit ook in de Cyberen van de Schaduw, ik wil noemen. Die deelnemer ook in deze sessie. De complimenten die hij verdient is dat hij niet gedacht heeft aan uren schrijven, maar ook vooral gezocht heeft van joh, hoe kunnen we dat structureel op een hoger niveau brengen, de communicatie. Zodat we daar gewoon mensen aan de praat krijgen, dat we de ontwikkeling door kunnen blijven zetten, dat we innovatie aan de gang kunnen krijgen, sociale innovatie. En daar heb ik me al die tijd zelf ook gewoon heel erg verantwoordelijk gevoeld. Daar zijn we op zoek gegaan naar een tool die iedereen kan ondersteunen. Jan Prins, TMA-methode, heeft die gemaakt, ontdekt, ontwikkeld. En dat is een hele mooie methode die drijfveren inzichtelijk maakt en de potentieel aanwezige competenties. En dat is in een stroomversnelling gekomen vorig jaar door de slimsubsidie die ons geholpen heeft om gewoon dat financieel rond te breien. Hoewel het anders ook even goed gedaan had, maar dat was een mooie bijkomstigheid. Nou, hoe ging het in het verleden? Zei ik al een beetje, no nonsense. Er was een HR-manager, die liep alles bij om het beter te krijgen. Dus die was met heel veel dingen bezig. Eigenlijk wat de ondernemers een soort niet deden, niet volgden, dat pikte hij op en dan probeerde hij aan elkaar te praten en proces op gang te brengen en communicatie. Maar heel hard werken om het voor elkaar te krijgen. Dus de organisatie vertoonde ook eigenlijk wel bijna kenmerken van een verwaarloosde organisatie, omdat er wel heel veel mogelijk was. Het feit dat we in zo'n mooi gebouw zitten, heeft ook te maken met dat er diep van binnen bij de ondernemers wel de intentie zit van joh, we moeten gewoon die medewerker koesteren. Maar het is niet alleen hardware, dus ook de software, zeg ik dan. En dus ook de intermenselijke aandacht, daarvoor moet je met elkaar in gesprek, daarvoor heb je tools nodig om dieper te onderzoeken. Dus daar hebben wij, we zijn heel erg aan de slag gegaan dus met het talentmanagement gebeuren. Iedere medewerker heeft inmiddels een talentmanagementanalyse gedaan, waarin we gewoon de medewerker inzicht geven in zijn drijfveren, in aanleg aanwezige competenties. Nou, dat zijn hele belangrijke dingen die helpen om een gesprek op gang te brengen. En het mooie is ook van als je praat met mensen over gedragverandering, dan kom je al gauw in van dit deed je niet goed of dat deed je niet goed enzovoort. En de TMA-tool helpt om gewoon gedragsvoorbeelden te krijgen die soort objectief zijn. En door de objectiviteit zeg maar, kun je een soort anoniem over gedragsvoorbeelden praten en wordt het wat minder aanvallend en wordt het gewoon een betere open mogelijkheid. Zoals ik al zei, zelf vind ik dat gewoon echt ontzettend belangrijk. En heb ik dus ook, HR heeft dat zeker ondersteund, heeft heel veel dingen gedaan, maar ik heb ook zelf die opleiding gedaan om TMA-professional te worden, omdat ik heel intrinsiek wilde weten van hoe werkt het, hoe gaan we met mensen aan de slag. Nou, wat is dan af de toekomst, wat we gaan doen met mensen?
Nou, ik heb een boek van Kirsten gelezen. Mooi boek. Geeft een heel mooi overzicht. Het onboardingcyclus kwam daarin naar voren. En dat is precies eigenlijk wat ik zocht. We waren wel wat bezig met onboarding in gesprekje. En nou, dat was dan onze onboarding. En vervolgens dan jaarlijks wel voortgangsgesprekken. De laatste tijd hebben we ook een paar mensen verloren. Omdat ze ja, toch niet goed die connectie hebben kunnen maken. Dus we hadden eigenlijk al gezegd, van, joh, we moeten dat gewoon het eerste half jaar elke maand een gesprek. Gewoon om met elkaar in gesprek te blijven. Om aan te haken. Nou, en ik denk dat het boek van Kirsten geeft daar heel mooie ondersteuning in ook. Dus die gaat naar HR en met het verzoek om dat te implementeren. De TMA heeft iedereen dus gedaan. Dus daar hebben we mee een mooi tool en inzicht. Wat we daar vooral ook nog mee willen is om teamsessies over drijfveren en competenties. Wat zijn iemands drijfveren om dingen te doen? En hoe kunnen we dat dan ook zorgen dat we dat van elkaar weten? Ondanks dat ik een situatie waar twee mensen gewoon niet lekker met elkaar door de bocht gingen, hebben ze allebei de TMA laten zien. En het was heel verrassend dat ze eigenlijk heel tegengestelde drijfveren hadden op dat moment. Of dat kwam daaruit. En dat gaf een stuk, door dat alleen al inzichtelijk te maken, gaf het een stuk opening naar elkaar toe om met elkaar in gesprek te gaan. Verder gaan we komend jaar een nieuwe HR-cyclus invoeren met meer structuur en planmatige aanpak. Dus onder andere feedback, daar biedt ook de TMA-tool mogelijkheden voor. Feedback naar elkaar toe, om dat gewoon meer vorm te geven en van daaruit ook weer dat gesprek aan te gaan en een persoonlijk ontwikkelplan. Wat is het pad wat iemand wil gaan? Morgen nog een functioneersgesprek of ook een onboardingsgesprek. En dan wordt echt van, ja, eigenlijk zou een schema moeten maken en zeggen van, wat wil jij het komende anderhalf jaar bereiken en wanneer hebben we met elkaar aan de doelstelling voldaan? Mede dankzij het boek van Kirsten hebben we dat gewoon wat strakker ingezet. Over 6 weken zitten we bij elkaar, gaan we dat plan met elkaar bespreken en daarmee aan de slag. Wat van belang is wat mij betreft, is ook aandacht voor mensen moet je organiseren. Ik werk met best heel veel mensen. En dan kun je denken van, ik spreek mensen wel in de gang of op de gang of dat soort dingen. Nou, dat gaat gewoon niet. Dus ik ben heel planmatig daarmee aan de gang gegaan. Ik heb gewoon gezegd, ik maak met alle mensen gewoon afspraken met een bepaalde regelmaat, zodat je mensen echt de tijd neemt om met ze te zitten en mee aan de gang te gaan. Nou, en op die manier hopen we mensen vast te houden, te mobiliseren en om bij ons te blijven werken en zich thuis te voelen. Dat is eigenlijk de richting. Nou, hier zie je van de bovenkant Haftec, het gebouw. Dus als je in het vliegtuig zit en je komt van een bepaalde richting, dan zul je Haftec in het parkeerterrein ook zien. Links zien we eigenlijk de Wereldbol die ronddraait in zo'n 24 uur. Gemaakt door de collega's ter gelegenheid van de opening. En rechts ook daar woorden bij, maar dat heeft ook iets te maken met dat het hele bedrijf wil gewoon in een bepaalde kameraadschappelijke sfeer met elkaar werken. Nou, dat is best pittig om dat met 150 man steeds te blijven doen, maar dat is wel de sfeer die ook de directeur grote aandeelhouders gewoon graag erin willen houden. Want de directeuren staan hier ook tussen in die foto. Nou, ik denk dat we ze er niet uit kunnen halen wie dat zijn. En dat geeft ook wel aan van hoe we gewoon een hele platte organisatie willen zijn waar iedereen bereikbaar is. Dat is even mijn achtergrond. Johan, dankjewel. Zou jij je screenshare willen stoppen? En Kirsten, kun jij er even bij komen weer in beeld en geluid? Even een openingsvraag aan jou, Johan. Je hebt dan een heel snel groeiend bedrijf. Dan denk je, daar wil iedereen graag werken. Hè? Want, winnaar en jullie groeien heel erg hard. En dan, je bent ook nog een keer heel erg mensgericht. Dan denk je, dat is toch helemaal fantastisch. Maar ik begrijp ook een beetje dat het best wel lastig was om in die groep mensen, ondanks het feit dat dit moderne gedachten zijn, om die dan te implementeren. Hoe was die reactie binnen die organisatie? Dachten ze, waar komt die Johan nou mee aanzetten? Of dachten ze echt van, dat is echt wel heel fijn dat we dat met z'n allen kunnen gaan doen? Nee, je ziet, er was best hier en daar een klein beetje weerstand. Maar in zijn algemeenheid vinden mensen het altijd fijn om gewoon aandacht te krijgen. Dus op het moment dat je dus met elkaar in gesprek gaat, komt er altijd gewoon wat uit. En het is heel. Ja, dus ik heb eigenlijk heel weinig weerstand geproefd om in gesprek te gaan. En ja, tuurlijk zit je ook mensen een beetje te confronteren en uit te dagen. Maar je ziet wel, uiteindelijk is dit, in dit bedrijf ervaar ik dat in elk geval, dat iedereen graag vooruit wil. Men wil graag ontwikkelen, men wil nieuwe dingen leren. En men ziet ook van toen ik binnenkwam, 60, 70 mensen, 150 mensen, dat bedrijf gaat veranderen.
Dus dan moet je elkaar vasthouden. En ik ervaar dat gewoon wel als heel positief, dat mensen dat gewoon oppakken en mee aan de gang gaan. En dus, ja, het is gewoon ook heel leuk om mensen dat perspectief te laten zien. En vandaar dan ook gewoon dat ze meegaan. Dus ik word er zelf ook heel enthousiast van altijd om dat te doen. En Kirsten, jouw eerste reactie op zo'n verhaal van Johan? Dan denk jij, ik neem aan dat je blij bent dat hij je boek gelezen heeft en dat je dat heel... dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Wat hoor jij in Johan's verhaal en wat herken jij daarin? Of wat denk je van, wat mis je daarin? Nou, weet je, wat al sowieso heel goed is, is die aandacht. En Johan, wat je al zei, van het techneuten die zijn supergoed de techniek, wat minder de communicatie. En dan is het juist belangrijk om daar oog voor te hebben en te kijken van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat er voldoende aandacht is voor de mensen en dat we ze op die manier kunnen binden vanuit die ontwikkeling. Dus dat je ook heel gericht bezig bent met de ontwikkeling van die mensen. En terecht wat je zegt, een stukje onboarding, weet je, dat is denk ik het stuk waar je dus nu actief mee in de slag gaat, wat ook heel goed is. Want op het moment als je dus mensen hebt aangenomen, dan zul je dat eerst moeten doen voordat je überhaupt verder aan de slag gaat met die ontwikkeling. Om ook dat gevoel van verbinding te vergroten, die betrokkenheid. En ook dat op het moment als ze benaderd worden, want zeker natuurlijk de techneuten worden heel veel benaderd. Ik weet niet of je het misschien ook wat terugkrijgt van mensen, dat ze dat aangeven. Maar dat ze in plaats van dat ze getriggerd worden, dat ze zeggen nee, ik doe het niet, want ik heb het hier naar mijn zin. En ik word hier gewaardeerd en er is oog voor mijn ontwikkeling. Ik denk dat heel erg belangrijk is, om dat iedere keer dat gevoel te creëren bij je mensen. En in gesprek te blijven met je mensen, wat je zegt. Weet je, dat is denk ik erg belangrijk. Dus een positief verhaal wat dat betreft. Mooi. En zie jij dat vaak, Kirsten? Ik neem aan dat jij het niet zo heel vaak ziet, hè? Want anders zou je geen werk hebben. Nee, dat is ook zo. Het gek genoeg is dat vaak bedrijven komen bij mij als ze al heel lang te maken hebben met dat mensen komen en gaan. Dus dat ze echt last gaan krijgen van dat hun groeidoelstellingen achterblijven. Maar dat ze er vooral als ondernemer zijnde gewoon compleet moedeloos van worden. En dat ze merken op de werkvloer dat de ontevredenheid toeneemt, omdat de druk toeneemt, omdat er te weinig personeel is. Of dat ze denken van, oh ja, we hebben weer iemand ingewerkt en die is weer vertrokken. En ze nemen het best wel lang voor lief. Op de een of andere manier denken ze dat het een soort van bijhoort. En op een gegeven moment denken ze, ja, weet je, dit is gewoon niet meer leuk. En dan komen ze bij me. En dan zie je inderdaad dat het eigenlijk al misgaat met A, het ad hoc bezig zijn met het werken van mensen. Dan hebben ze uiteindelijk iemand, die onboarding, ja, dat is dan een inwerkplan voor de eerste dag, bewijs van. En ontwikkeling, ja, dat is dan eenmalig wat bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken wordt besproken. We hebben nog budget over, wat wil je? Maar er is geen gedegen strategie. Dat is eigenlijk waar het om neerkomt. En dat zie ik wel bij veel bedrijven gebeuren, absoluut. Ja. En misschien een rare vergelijking die ik laatst hoorde. Iemand zei van, het is een beetje, de arbeidsmarkt is ongeveer zoals de Summer of Love in 69. Hè? Dus je kwam uit een hele rigide periode. Toen werd de pil uitgevonden. En toen moest iedereen heel veel relaties hebben. Ik kreeg een hele vrije wereld. Is dat ook een beetje wat jullie zien? Hè? Dus wat jullie beschrijven, hè? Dat mensen richten, maar mensen gaan en komen. Ja. Het lijkt een beetje op die Summer of Love. Hè? Dus dat je... Uit die periode daarvoor, dat trouwde je en dat was het. En dan kreeg je heel veel kinderen en dan werd je heel gelukkig of niet. En dan kwam zo'n draaipunt. Zitten wij nou op zo'n draaipunt, Johan, in het eerste? Nou ja, ik denk... Moet maar aanvullen, Johan, hè, wat jij ook ziet. Maar kijk, we hebben met verschillende generaties te maken. En wat je wel ziet, zeker bij die jongere generaties, die moeten continu geprikkeld worden. Hè. Het moet uitdagend zijn, ze willen niks missen. Dus zodra het saai dreigt te worden... Dan zijn ze al heel snel, de spanningsboog is wat korter. En daarmee wil ik niet iedereen generaliseren natuurlijk, maar het is wel een kenmerk van die generatie. Dus een lang dienstverband zoals vroeger van 30, 40 jaar, dat komt natuurlijk al helemaal niet meer voor. Maar nu is het wel zo dat je steeds meer ziet dat mensen gewoon binnen 2 jaar weer zijn vertrokken naar iets anders. Omdat ze weer uitdaging willen of omdat ze opeens een andere richting op willen gaan. Dus het is veel minder vast. En, dus het is een beetje die Summer of Love? Eigenlijk wel een beetje. Maar het verschilt per generatie. En het verschilt ook per doelgroep. Want ik denk... het verschilt ook per doelgroep en ik denk dat misschien binnen de techniek dat minder is dan bijvoorbeeld in andere branches. Maar Johan, daar hoor ik jou graag, wat jij daarvan vindt. Ja, ik,
goed, ik ben zelf 53. Ik heb kinderen in de ik heb jonge kinderen, om zo maar te zeggen. 25, net gestart in de markt en zo. Dus ik vind het wel heel interessant. En wat ik wel zie, enerzijds denk ik de techniek. Dat zijn wat minder jobhoppers, denk ik. Dus het is heel belangrijk om het gewoon naar de zin te maken. Wat ik ook wel zie in gesprekken is dat het ook heel goed is om het juiste perspectief te laten zien aan mensen. Dat ze, ja, ze zijn dan ongeduldig, maar dan denk ik, ja, wacht even, kijk nou eens even wat voor ontwikkeltijd je nodig hebt om op een niveau te komen. Je kan er 2-3 jaar ergens heen hoppen, maar dan begin je weer ergens onder aan de ladder. En ga nou eens even door die zure appel heen, zodat je op een niveau komt en denkt van, hé, maar nu kan ik echt meepraten in het bedrijf. En dat is denk ik wel wat wij ook proberen, om in een vroegtijdig stadium mensen ook te betrekken bij allerlei heel ingewikkelde projecten. En dat maakt het dus, ja, biedt hun ook echt wat interessant is, zeg maar. En ook het juiste perspectief. Nou, onlangs had ik in de productie liep een jongen. En die, het liep even allemaal niet heel soepel, dus even in de productie. En die man zei, ja, ik wil naar de server, ik wil naar buiten toe. Maar ik zag wel perspectief in hem, dat hij in die productie best wel dingen kon. Dus ik heb gewoon met hem gezeten. Ik zeg, joh, dit is perspectief, hier zijn we bezig, dit zijn de plannen. En hem gewoon open kaart gespeeld. En die zegt, ja, als jullie daar allemaal mee aan de gang gaan, dan wil ik wel meedoen. Dus, en daardoor is het even weer de rust teruggekeerd. Dus ik denk ook, dat zijn het mooie van die ontwikkelgesprekken ook, denk ik. Dat je gewoon goed met elkaar, dus vanuit het perspectief van het bedrijf, van waar wil je naartoe, mensen meenemen in dat hele plaatje, visie bieden. Eigenlijk wat natuurlijk in de moderne literatuur, purpose. Wat is je purpose met elkaar? Die gewoon heel helder te hebben, zodat mensen zich verbinden aan de purpose. En dan niet zoveel blijven zitten kijken op van, ja, wat heb ik nu? Maar gewoon van, hé, waar willen wij als bedrijf naartoe? En dat is dan wel heel leuk natuurlijk, dat je in zo'n groeiend bedrijf bent, waar je gewoon bepaalde perspectieven kunt bieden en uitdagingen er gewoon legio zijn. Ja. Dus dat maakt het gewoon heel mooi. Wij zijn ook gewoon nog absoluut niet uitontwikkeld. We zijn gewoon zo hard gegroeid dat we heel veel dingen ook gewoon nog verder moeten perfectioneren. En daar is gewoon capaciteit voor nodig. Dus ja, dat is even mijn ervaringsding. Aan de andere kant zie ik dat beeld van jou ook wel, het job-hop, en die komen hier ook wel eens langs. Ja, die nemen wij ook niet aan, want dat zijn niet onze partners. Maar wat je vraag zegt, even, als je die TRV vraag ik even Jan en Mickey er ook bij, dan kunnen we de discussie wat breder trekken. Ja. En misschien kan Mickey ook nog even reflecteren op die Summer of Love, of hij dat herkent. want dat is toch de enige van ons allemaal, denk ik, die het bewust heeft meegemaakt, in ieder geval in de tijd zat. Mickey, herken jij iets van de Summer of Love in de huidige werkgelegenheid? Nou, ik denk dat een heel algemeen thema is, ik weet niet of het direct past bij de Summer of Love, is dat wij eigenlijk allemaal verwende burgers zijn. Verwend in de zin dat we een heleboel voorrechten en kansen en mogelijkheden hebben ten opzichte van onze voorgangers, vorige generaties, et cetera. En dat we tegelijkertijd dus ook de omgeving minder als maatstaf zien, onze buurman minder nodig hebben om te overleven. En dat heeft ons nogal egocentrisch gemaakt. En dat geldt voor vrijwel iedereen. En dat is een ontwikkeling die ik ook weer langzamerhand zie omdraaien naar een behoefte om weer deel van communities te zijn. En ja, in dat proces denk ik dat je altijd op- en neergangen krijgt. En we zitten nu in een fase waar we allemaal enorm veel rechten hebben, maar nauwelijks iemand weet dat er ook plichten bij horen. Want je kunt niet alleen maar rechten uitdelen, dan moet je ook, iemand anders heeft dan plichten. En dat noemen we nu de overheid, maar dat werkt natuurlijk niet. Daar zijn we allemaal bij. Nou, dat is een conclusie. Dat wij verwend zijn. 1. 2. Wat een punt wat ik heel centraal elke citatie zie terugkomen. We hebben allemaal hele nobele doelstellingen die echt oprecht nobel zijn, maar die we in de praktijk op een zomare manier uitvoeren dat ze desastreus worden. En ik noemde net al gelijke behandeling. Dat klinkt prachtig, maar betekent in feite dat niemand de juiste behandeling krijgt. Niet de specifieke, de persoonlijke behandeling. En dat hebben we nodig in onderwijs, dat hebben we nodig in gezondheidszorg, in de relatie met de overheid, et cetera. En er zijn veel van dat soort thema's. Privacy is ook zo'n prachtig thema. Onze privacy is, als het woord maar valt, dan staat iedereen stil en dan mag er niks meer. Terwijl mede door de consequenties die we daaraan verbonden hebben, de vooruitgang op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg ernstig belemmerd is. Zowel qua kosten als qua kwaliteit. Nou, en we moeten ons dus
wat beter oriënteren op die prachtige, nobele doelstellingen die we allemaal in ons achterhoofd hebben en die dagelijks in de Kamer worden uitgesproken en zeggen, maar wat komt er in de praktijk van terecht? En moeten we niet pragmatisch zijn en veel meer een menselijke maat hebben? En daar hou ik even op. Het klinkt helemaal als een Summer of Love terug. Want al die thema's speelden toen ook. Want het ging van heel erg afgebakend en rigide naar helemaal vrij. En toen moest het ook weer terugkomen. Dat je ook nodig. Ik ga even, nu wat mensen uit de groep die vragen gesteld hebben. Ik ga Corrie Dorrestein nu even rustig waarschuwen. Dat zij tot panelist wordt gepromoot. Dan kan ze de vraag stellen. Want die heeft natuurlijk allemaal heel goed meegeluisterd. En die denkt, hoe zit dat nou allemaal met die generatie jonge mensen? Wat willen die nou eigenlijk allemaal? Dus als het goed is, komt Corrie zo binnenwaaien. En heeft ze de microfoon en video aanstaan. En Corrie, ja, daar ben je. Daar is ze. Corrie zit in een gebied met een aardbeving, zo te zien. Behoorlijk. Ja hoor. Nee, mijn vraag komt inderdaad er vandaan. Ik haakte eigenlijk aan op de vorige spreker die het over had. Dat hij zei van ja, sense of reality. Ja, dat je soms met mensen apart moet zitten. Ik kom dit heel erg vaak tegen. Ik werk in de fintech-industrie. Ik heb veel met jonge mensen te maken. Ofwel als executive of non-executive, commissaris. En mij bekruipt heel vaak het gevoel. Dan denk ik, ben ik nou zo'n oud wijf aan het worden? Dat het gaat als werk zijn en uitdagend. En ik moet geprikkeld worden. En dan denk ik als inderdaad van ja, ik hoorde ook wat jij zei daarover. Maar hoe gaan we daar op een verstandige manier om? Want het is toch ook verkeerd als we iedereen laten geloven dat werk altijd alleen maar leuk is. Zinvol. Nee. Niet hetzelfde als leuk. Nee. Eens. Dus wat zijn jouw tips daar als ik hoppende jongelui heb die willen dat ik hen elke dag blij en gelukkig maak? Even voor mij de vraag? Ja. Oké, ja. ik denk, Johan, ik denk wat jij heel terecht zegt, het juiste perspectief bieden en brengen en vanuit de juiste verwachtingen. Dus inderdaad, ook, kijk, werk is inderdaad niet altijd leuk. Niet elke dag is even uitdagend, dat is nooit zo. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat om dat gesprek iedere keer met elkaar aan te gaan en ook te kijken van wat zijn die verwachtingen van hem of haar en wat kunnen jullie echt bieden? En daarin meenemen stap voor stap, omdat vaak mensen het willen graag nu, hè, heel korte termijn gericht ook. En dat je dan met hun ook samen kan kijken van nou, wat zou je graag willen en wat zijn dan de reële mogelijkheden? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat heb jij dan te bieden? Want nu gaat het weer over wat ik te bieden heb als werkgever, maar ik mag toch ook aan mijn personeel vragen. Wat heb jij? Zeker. Maar dat bedoel ik met die juiste wederzijdse verwachtingen. Weet je, die moeten met elkaar overeenkomen. Daar gaat het om. En het gaat erom wat biedt de werknemer en wat biedt de werkgever. En hoe ver komt het met elkaar overeen? Ik heb ook al eens gesprekken met bedrijven erover. Van dat ze zeggen, ja, weet je, ze hebben, zoals zij het ervaren, jongere kandidaten hebben zo'n hoge eisenpakket met salaris, thuiswerken. En dan zeg ik ook altijd, kijk voor jezelf ook wat je kunt en wilt bieden. En dat je ook vraagt van wat kan de werkgever of werknemer aan jou bieden? En komt het met elkaar overeen? En soms moet je dan de keuze maken dat het niet past. Dus ik denk wat dat betreft, het gaat echt elke keer over die wederzijdse verwachtingen realistisch. En daarover met elkaar in gesprek gaan. En uiteindelijk ook de keuze maken, past het? En als het op een gegeven moment niet meer past, ja, dan ook samen de keuze maken dat het dan beter is om uit elkaar te gaan. Maar Kirsten, even een vraag. Ik vind het interessant wat Connie vraagt, hè? Maar als je die mensen nou gewoon niet geeft wat ze willen, gaan ze weg. Hey, dus heb je wel een keuze. Ja, maar is dat niet gewoon authenticiteit, zeg maar ja. Ook aanspreken op en de juiste verwachting scheppen voortdurend, zeg maar. Het perspectief bieden en inderdaad een appel doen op de persoon. Maar ook de dimensie van balans in het leven, zeg maar. Ik denk dat dit ergens ook nog voor mij erbij heen speelt van... Sommige jonge gasten die willen zo en moet allemaal snel. Ja. Ik denk van kom op, hoe ga jij jou echt ontwikkelen? En ga ook eens even laten zien dat je gewoon iets vol kan houden. En niet na 2 jaar weer verder jumpen. Ja. Maar ik gooi hem nog 1 keer erin. Hè, want ik kan me dat niet herinneren. Maar ik heb wel daar filmpjes en documentaires over gezien. Dat
zeg maar, in het begin van die Summer of Love zeiden ouders ook allemaal, hè, die vrije liefde en zo, dat is allemaal niks, moet je allemaal niet willen. Maar dat was niet heel succesvol toen ze dat probeerden uit te dragen. En dat is denk ik ook de vraag die hier natuurlijk de meespeelt. Hè? Wie is nou de baas? Want ja, als die mensen gewoon weggaan, ja dan kun je natuurlijk voor alles vinden. Maar gaan jullie dan uiteindelijk toch in mee? Nee, maar het is ook wel van belang om wel het goede perspectief te bieden, zeg maar. Er moet echt wel die uitdaging in zitten. Dus je verhaal moet wel kloppen. Juist. Je moet wel dingen ook zien in de bedrijven. Zeggen van, oké, dit is echt interessant. Dus als jij inderdaad niet de dynamiek hebt in je bedrijf of geen interessante dingen om te doen, ja, dan ga je het ook gewoon niet redden, zeg ik dan even plat gezegd. Maar even heel plat, hè. Connie zegt, ja, ik heb geen zin om elke dag die mensen een beetje te vermaken. Ik sla het even iets te plat hoor, Connie, maar als ze dan weggaan. Ik ook niet, maar ze mogen van mij best weggaan. Maar mijn verantwoordelijkheid is om het juiste perspectief te bieden wat in dit bedrijf aanwezig is. Exact. En als ze dan volgens toch weggaan, denk ik, ja, ga dan maar, want dan heb je jou ook niet nodig. Het is een wederzijds verantwoordelijkheid. Ik ga even naar Connie, want Connie, ik zie er slecht, want ze zit voor een raam. En dat is meestal moeilijk visueel te doen. Connie. En nu begint hij, ze zit blijkbaar in Groningen, want ik zie de grond weer bewegen. Maar Connie, reageer daar eens op. Nee, Guido. Want het moet toch fantastisch zijn om elke dag mensen te mogen amuseren. Hè? Dat denk ik, dat is toch eigenlijk wel heel fijn. Nee. Andere methode gebruikt, even serieus. En die werkt wel, maar die werkt misschien niet bij alle soorten werknemers. Dat mensen me zeggen, ik wil dit, ik wil dat. En ik wil dit bereiken, en dit is mijn ambitie en ik wil dat. En dan luister ik er allemaal naar. En dan denk ik, nou, de rups nooit genoeg. En dan... Oké, dat wil je allemaal bereiken. Denk nu eens diep na. Wie zijn nou 3, 4, 5 mensen die je echt enorm zeg maar, aan wil spiegelen in je leven? Dat je zegt, nou, dat zijn mensen die je echt bereikt. Zo wil ik ook worden. En dan geef je die namen. En dan zeg ik, ga nou eens een keer wat over hun lezen. Denk jij echt dat ze op hun 24ste met zo'n lijst ergens naar binnen gingen en dat allemaal hebben gekregen en zo succesvol zijn geworden? Ik denk dat daar ook wat sacrifices aan hun kant aan hebben gelegen. Dus ga eens kijken hoe leuk hun rit altijd geweest is. En dan ga je bepalen of je nog steeds zo dat succes wil, of dat je een andere levensstijl wil. En dat heeft bij sommige mensen wel echt geholpen, dat ze een beetje zelfreflectie gingen doen. Van succes komt nooit succes aangeboden. Nee. Wat jullie eigenlijk alle drie zeggen, dus ik heb het nu even over Kirsten, Johan en jij, Connie, is van, het is heel belangrijk om het gesprek met je medewerker aan te gaan. Want één, is het heel van belang om gewoon te snappen van elkaar, hoe zit je in de wedstrijd. En twee, kun je blijkbaar ook veel bereiken, geven jullie aan, in dat gesprek. Dus het hoeft niet zo te zijn dat als de een wat wil en de ander wat anders, dat het daarmee een gelopen race is. Geef ik het daarmee goed weer, of niet? Ja, en ik denk dat je mag gewoon ook een beetje terugduwen en vooral mensen ook leren dat zelfreflectie echt een moment is om succesvol te worden. Ja. Allerlei dingen niet. Alleen werken. Ja. Nou ja, die spiegel voorhouden, zeker. Ja, ja, want we gaan afronden, want dit is gewoon, het uur is voorbij. Dus dat betekent dat Jan en Mickey de vloer krijgen om af te ronden. Dus Mickey, jij riep al, mag ik even? En het antwoord is ja, jij mag, zeker. Nou, dan heel kort nog een gedachte. Mijn overtuiging is dat mensen in toenemende mate, en dat vind ik een heel, heel positieve ontwikkeling, onze jeugd is veel meer geïnteresseerd in maatschappelijk nut dan mijn generatie was of de generatie daartussen. En ik denk dus ook dat in een werkomgeving, dat het daar allereerst om gaat om daar iets maatschappelijk nuttigs van te maken en mensen er enthousiast voor te maken en daarbinnen de vrijheid te geven. Prachtig voorbeeld. Vuilnis ophalen, dat klinkt nu als een afvoerputje van werkgelegenheid. Maar je kan vuilnis ophalen en natuurlijk ook toch een prachtig thema maken van wij houden de stad schoon. En daar kan je mensen enthousiast over maken, et cetera. Nou, dat is dat spel. Ja, dus voor grote ondernemingen wordt het steeds moeilijker om goede mensen aan te trekken. Want die willen deel zijn van een gemeenschap waar ze direct bij betrokken zijn. En als je dat kan creëren, dan geloof ik dat de natuurlijke behoefte om iets nuttigs te doen voor iets te doen voor anderen, is ook heel belangrijk, dat die terugkomen. Nou, met die gedachte wil ik iedereen die hier aan meedeed, en jou in het bijzonder, dankzeggen voor deze participatie. Onze ambitie is om met dit boek een beweging op gang te brengen in Nederland die de bestaande tradities eens ter discussie stelt en zegt, kunnen we het niet beter doen? Kunnen we het niet praktischer doen? Kunnen we het niet veel menselijker doen?
En wij hopen dat ieder daar op zijn eigen manier vorm en inhoud aan kan geven. Dank aan u. Dankjewel. Dan wil ik Jan het laatste woord geven. Die heeft dit thema in deze groep bij elkaar gebracht vandaag over werk en wie is de baas. Jan, mag ik jou de sluitwoorden geven? Ja, Guido, dankjewel. Ja, de interessante vraag is natuurlijk, wie is de baas? En mijn conclusie is dat Johan jij niet bent, maar dat de medewerkers het ook niet zijn. Je zei net iets heel moois, ze moeten het allemaal samen doen. En ik denk dat we daar vanmiddag ook een heel mooie illustratie van hebben gegeven met elkaar. Dus ik wil jullie ook danken voor je bijdrage. En eigenlijk wil ik nog wel even zeggen dat, ik heb net in het begin gezegd dat wij 10 ideeën hebben. Dat deze sessie eigenlijk is ontstaan uit 1 van de ideeën van de werkgroep Werk. En dat we ook het voornemen hebben om een van onze andere ideeën op enig moment ook zo'n thema over te organiseren. En misschien weet jij het uit je hoofd, Guido. Ergens volgens mij over een week of 6 hebben wij weer een lunch. Zeker, en dan gaat het over diversiteit en inclusiviteit, ook een heel belangrijk thema. Juist. Nou, dus ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor je bijdrage. En het thema wordt vervolgd. En ja, Mickey, nog even naar jou. Wij zijn natuurlijk maar 1 van de thema's uit het grote boek. Even kijken. Het grote boek, ja, je hebt een achtergrond. Maar het is een boek ook wat jullie kunnen bestellen volgens mij op de website van de publieke zaak. Als je digitaal leest kun je het gratis downloaden. Volgens mij, Mickey, heb je ook nog een plan met de mensen van de Tweede Kamer. Het boek is volgens mij aangeboden. Het wordt vandaag aan de informateurs aangeboden met een begeleidend videootje die vanaf morgen ook te zien is. En de opsomming van de bouwstenen. Ja. Nou, precies. Hè? Dus zo zijn wij vanuit het thema werk bezig, maar het doel is gewoon Nederland te mobiliseren. En als je denkt van, dat vind ik leuk en ik wil hier graag nog wat meer aan bijdragen. Hè? Onze werkgroep staat ook open voor nieuwe mensen om mee te doen. Dus je kunt je ook melden, bijvoorbeeld om mee te helpen met de organisatie van het volgende thema. Dank jullie wel. We sluiten af. Een hele fijne dag en tot de volgende keer. Tot ziens. Dankjewel. Tot ziens. Fijne dag. Fijne dag.